De 28e editie alweer van de PWZ Zuidenveld Tour. Een wedstrijd over bijna 200 kilometer met de start in Dalen en de finish in Nieuw-Amsterdam. Vorig jaar won Stef Krul deze wedstrijd. Wie wordt zijn opvolger? Nog eens de namen van deze kopgroep. René Hoogriemster, Luc Buchter, Rick van Breda, Adriaan Jansen, Juri Havik, Peter Koning. En dan hebben we ze gehad. De voorste zes. Verschil met deze achtervolgende groep 29 seconden. Nog altijd dus in zijn eentje aan de leiding. Hier rijdt hij, René Hoogriemster, over het viaduct. Op weg dus naar Dalerveen. Verschil 18 seconden tussen Hoogriemster en de 10 achtervolgers. Seconden voor de man uit Drachten op dit moment. Maar die spelen in deze wedstrijd geen rol van betekenis. Weer Koster die het probeert. Adne Koster demareert uit de voorste groep. En nu is er even geen reactie. Rechtsaf over het water. En dan is hij weer bij de finish en klinkt de bel. Buchter springt er nu naartoe. Koning in laatste positie, die heeft veel werk verricht in deze achtervolgende groep. Maar Buchter is nu bij Koster gekomen. En gaat erop en erover. Luc Buchter is bezig aan een sterke koers. Koster kan niet volgen. Nee, die benen zijn helemaal volgelopen. Koers duurt net wat te lang voor hem. Maar Buchter... erop en erover. En wie rijdt dat gat nu dicht naar Luc Buchter? Ja, meer dan 20 seconden. Dit gaat hij toch niet meer weggeven, zou je zeggen. Deze renners gaan sprinten om de tweede plaats. Daar ziet hij de rode driehoek. De vod van de laatste kilometer. Ultimo kilometro. Voor deze Luc Buchter. De laatste bocht. Voor Luc Buchter. Hij kan rustig die laatste 200 meter uitrijden. Alle tijd om te gaan juichen. 25 jaar is hij. Deze Luc Buchter. Hij kijkt om. Rijdt met nummer 13. Geen ongeluksgetal dus voor hem vandaag. Een prachtige zege voor Luc Buchter. Hij wint de 28e editie van de PWZ Zuidenveld Tour.